Dat het een tijdje duurt om het verkeerslicht op de kruising Keizerstraat en Zwaardenhovenbrugstraat te vervangen, hangt af van de schade die is aangericht. Dit zegt Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie vanmorgen in gesprek met onze nieuwsdienst. Wip zegt dat er eerst wordt nagegaan wat de schade precies is, alvorens de lichten vervangen kunnen worden. Bepaalde onderdelen van de verkeerslichten moeten namelijk uit het buitenland worden gehaald. Om de zaak te verergeren is op dezelfde hoek de systeemkast dinsdag aan Diggelen geslagen, zegt Wip. De kleurige lichtbakken die wij gebruiken, die zijn niet in Suriname verkrijgbaar, die moeten in het buitenland gekocht worden. En een lichtbak, zo'n verkeerslichtbak, kost ongeveer €1500 per stuk. Wat er aan de Keizerstraat is gebeurd, is dat ongeveer 2,5 weken geleden een van de verkeerslichtmasten is aangereden en ook die lichtbak kapot gereden is. En we hebben toen voorbereid voor het herstel en het herstel is afhankelijk van de schade. De duur van het herstel is afhankelijk van de schade. We waren maandag gereed om de mast weer te storten. En we kregen dinsdag waren we gereed. En dinsdagochtend bleek dat de drie overige masten ook waren aangereden op dinsdag in de ochtend. Wat bleek uit de rapportage van de politie, dat een vrachtwagen met hoge lading, twee van die verkeerslichtmasten die waren verbonden door een spankabel, een spandraad, de kabel van het verkeerslicht aan was vastgemaakt en die spankabel is kapot getrokken, waardoor alle drie masten zijn leeggetrokken. Wip zegt verder dat alle drie lichtbakken op het kruispunt zijn vernield. Dat betekent nu dat er vier verkeersmasten gestort moeten worden. Hetgeen niet zo makkelijk gaat, benadrukt hij. De schade is nu veel groter, dat we vier lichtbakken die schade hebben. De voedingskabel van de EBS die is ook kapot getrokken, dus dat moet ook door de EBS weer hersteld worden. Waardoor het nu wat iets langer gaat duren om het te herstellen. Ik wil het accent wel leggen op het gedrag van de weggebruikers. Omdat vaak, wanneer er een storing is of een calamiteit is, dan vraagt de gemeenschap zich af van waarom doet het zo lang voor het verkeerslicht hersteld. Maar de gemeenschap vraagt zich niet af, waarom voorkomen wij niet dat de schade wordt aangericht? Dat het systeem blijft werken, maar dan hebben we dit probleem niet. Ja, toch? Iedereen gaat voorbij aan het wangedrag van onze weggebruikers. Ik moet bewust zo, omdat wij ook als spiegzat zijn dat we steeds weer schade hebben aan het wegmeubilair. En dat wij steeds weer moeten herstellen met de schaarse middelen die we hebben. En dat we met kunst- en vliegwerk zaken moeten herstellen. Henk Wip, hoofd van de afdeling verkeer van het ministerie van Openbare Werken, Transport en Communicatie. We spraken hem over de werkzaamheden op het kruispunt Keizer- en Zwaardenhovenbrugstraat die langer duren dan normaal. Afgelopen dinsdag is het complete computersysteem van het verkeerslicht omvergereden. Daardoor laten de herstelwerkzaamheden op zich wachten.